En bij de bedrijfswagenadviseurs regelen we het leasecontract voor jouw nieuwe bestelauto. Die vergelijken we bij alle grote landelijke leasemaatschappijen. We nemen alle administratieve handelingen voor onze rekening. Maar we zijn ook volledig thuis in het aanpassen voor auto's voor het vervoer van honden. Dat doen we samen met hondenauto.nl. Eigenlijk de enige specialist op gebied van de aanpassingen die je nodig hebt. Zo zie je ook bij deze Nissan ENV 200 dat we hebben gekozen voor een schuifdeur aan de linkerkant. Omdat je dan ook vanuit deze zijde de hondenbenches bereikbaar hebt. En je gewoon twee extra benches kan plaatsen. Ja, het belangrijkste natuurlijk is dat die hondenbenches gewoon super robuust. Ik zou haast hufterproef zijn. Heb je een keer een aanrijding, natuurlijk probeer je dat ten alle tijde te voorkomen. Maar het ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, dan wil je niet dat de hond zeg maar gewond kan raken door het dunne tralies van de bench. Ja, dus de voorkant is volledig dicht. En hij is zeer solide uitgevoerd. Het is allemaal maatwerk, laswerk wat hierin zit. Daarmee is de constructie veilig. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar ook gewoon heel makkelijk schoon te houden. En ik ben ervan overtuigd dat het er over 5 of 10 jaar nog steeds net zo netjes uitziet. Nou, wat verder van belang is dat zo'n auto natuurlijk wordt uitgerust met een elektrische dakventilator. En wat je nog wel eens ziet is dat bedrijfswageninrichters enthousiast erover zijn om dan een vloerdoorvoer te maken. Zodat je een natuurlijke flow van je lucht in de auto krijgt, de luchtcirculatie. Voor een paar gasflessen is dat op zich een hele goede oplossing. Maar als je honden achterin hebt en je rijdt door het verkeer, kan je je voorstellen dat de uitlaatgassen van de auto's daaromheen opgezogen worden door een vloerdoorvoer. En uiteindelijk, het is helaas zo dat hierdoor hele vervelende omstandigheden met honden zijn gebeurd in auto's. Hondenauto.nl is daar natuurlijk volledig in gespecialiseerd en van op de hoogte de vloerdoorvoer geen optie is. Maar een extra krachtige dakventilator voldoende is om de ventilatie op orde te brengen. Nou, daarnaast is het zo dat de hemel in dit geval geïsoleerd is. Hè, zodat je gewoon minder geluid in de auto krijgt. Maar ook belangrijk is dat de temperatuurhuishouding beter voor elkaar is. Nou, in dit geval staan we bij een Nissan ENV 200. Een elektrische zelfs. Eigenlijk een hele compacte bestelwagen. Maar hier zitten 9 benches. Dus. 2 grote benches. En nog voor de rest een heel aantal kleine benches. Zodat je eigenlijk heel veel honden mee kan nemen. En daarna staan we stil bij een aantal details. Water voor de honden om te drinken als ze terugkomen. Eventueel nog even een doek om je handen schoon te maken. Een EHBO-setje. Een hondendouche kan geleverd worden. Hè? Dus als het natuurlijk echt slecht weer is, zoals vandaag al een klein beetje. De honden zijn vies, kunnen die schoongemaakt worden. Ja, dat zijn de dingen waar we bij stilstaan. We kunnen dus alles op maat maken. Dus als jij een beveiligingsbedrijf hebt en je werkt met honden, je hebt een hondenuitlaatservice. Waar het om gaat is dat je het professioneel wil aanpakken. Dat je een continu beeld wil hebben in je autokosten. Dus daarvoor kies je voor operationele leasing. Alle onderhoudskosten zitten erbij in, de verzekering zit erbij in. En je weet precies waar je aan toe bent. Dus voor een alles in één pakket bij de bedrijfswagenadviseurs in samenwerking met hondenauto.nl.